Dag lieve luisteraar, het is weer een tijdje geleden sinds ik een podcast online had gegooid, maar ik heb weer een hele leuke nieuwe aflevering voor je klaarstaan. Welkom trouwens voor nieuwe luisteraars. Mijn naam is Lopke, ik ben diëtist en in deze podcast spreek ik met mensen die allemaal op hun eigen manier bezig zijn met de wereld een beetje gezonder en duurzamer maken. Deze keer spreek ik met Myrthe Frisse. Zij is op mijn pad gekomen en ik ben heel erg blij dat ik haar mocht spreken voor deze podcast, want ze is echt een hele wijze dame en vast vol informatie. Myrthe heeft een korte periode gewerkt in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam op de afdeling interne geneeskunde. Maar daar was ze snel klaar mee. Waarom precies, dat legt ze zelf zo uit. Maar ze is nu op een pad waar ze helemaal haar ei in kwijt kan. Ze is namelijk medisch milieukundige in opleiding. Ik had nog nooit van de discipline gehoord, maar het is een artsdiscipline wat gaat over hoe je omgeving nou je gezondheid beïnvloedt. Dus denk aan luchtvervuiling, chemische stoffen in het milieu, maar ook voeding. Want voeding kan natuurlijk ook een omgevingsfactor zijn in termen van hoeveel fastfoodrestaurants zit er in jouw omgeving en heeft dat invloed op de voedselkeuzes die gemaakt worden in een stad of een dorp. Maar ook thema's zoals klimaatverandering, dat is een fenomeen wat vanuit de omgeving onze gezondheid beïnvloedt, zowel mentaal als fysiek. Verder heeft Myrthe bij een aantal grote overheidsinstanties gewerkt, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit, de GGD en momenteel de Gezondheidsraad. Een dame die dus al heel veel heeft gezien, maar waarmee ik voor dit gesprek vooral heb gesproken over hoe de omgeving nou onze gezondheid beïnvloedt en hoe belangrijk het is dat we veel meer focussen op die omgeving. Ze heeft er zelf een hele mooie metafoor voor, waarmee ze uitlegt waarom de reguliere gezondheidszorg, waarbij de focus heel erg ligt op het individu, soms dweilen met de kraan open is. Daarnaast heeft Myrthe nog een heel mooi initiatief opgestart genaamd Groenten zonder Grenzen, waarbij ze voedselverspilling wil tegengaan door met een team van vrijwilligers maaltijden te koken van voedsel wat eigenlijk zou worden weggegooid. En alles daarover hoor je strakjes aan het einde van de podcast. Je gaat zo ons mooie gesprek horen, maar voordat ik die start wil ik je nog even wijzen op de sponsor van de show. Dat is namelijk Yogi en Youssef. Zij hebben de lekkerste dadels en dadelproducten die ook nog eens op een maatschappelijk verantwoorde manier worden geproduceerd. Ze zijn super zacht, romig, een beetje karamelachtig van smaak. Op mijn YouTube kanaal vind je nog een heel erg lekker recept voor gezonde chocoladesmoothie die ik heb gemaakt met hun dadels. En in Nederland werken ze bijvoorbeeld met een sociale werkplaats. In Saoedi-Arabië, waar de dadels vandaan komen, proberen ze zoveel mogelijk vrouwen in de productieketen te laten werken, zodat die ook meer arbeidskansen hebben. Maar voor jou belangrijkste dadels zijn gewoon echt heel erg lekker. En je kan ze met korting proberen. Reken namelijk in hun webshop af met de code LOPKE10. Dan krijg je 10% korting over je bestelling bij een minimale bestelwaarde van 15 euro. Goed, dat was dat. Veel plezier met luisteren en ik spreek je nog even aan het eind van de aflevering. Mensen hebben geen idee hoe lang het heeft geduurd voordat dit gesprek heeft kunnen plaatsvinden, want we kennen elkaar al een tijdje en we zeiden tegen elkaar al van nou, we hebben ook wel het gevoel dat we elkaar al aardig kennen, we hebben elkaar nog nooit live ontmoet, dus dat is superleuk. We zitten echt met een vat vol informatie. Jij bent het vat. corrigeer me als ik het niet helemaal goed zeg, maar jij bent medisch milieukundige in opleiding. En daar wil ik straks alles over weten, want dat artsdiscipline, daar heb ik voor het eerst over gehoord via jou. En het was voor mij iets helemaal nieuws, waar volgens mij echt heel veel potentie in zit als het gaat over de gezondheidscrisis waar we in zitten. En net heb ik het niet over corona, maar over de enorme hoeveelheid mensen met overgewicht en chronische ziekte. Dus dat komt straks. Maar ik heb lang nagedacht van hoe kunnen we dit zeg maar een beetje congruent, samenhangende podcast maken, samenhangend gesprek. En ik denk dat het leukste is als we gewoon een reisje door de tijd gaan maken. Want jij hebt geneeskunde gestudeerd, hebt gewerkt in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam, op de afdeling interne geneeskunde, dacht ik. Ja, klopt. Ja. Ja. En om even te starten bij helemaal het begin van jouw carrière. Sinds wanneer weet je eigenlijk van nou, ik wil arts worden en waarom wilde je arts worden? Ja, dat begon echt al heel vroeg. Ik denk, zolang ik me kan herinneren, nou misschien dat ik op de basisschool nog iets anders wilde, maar uit de middelbare school toch wel al snel met geneeskunde in mijn hoofd. Uiteindelijk heb ik een iets andere route genomen. Dus ik heb mijn bachelor gedaan in Middelburg.
Dat heette toen nog Roosevelt Academy. Dat is inmiddels University College Roosevelt. Dat is een van de university colleges in Nederland. En ben daarna ingestroomd in een master in Utrecht. Die heet SUMMA. En naast dat je daarmee basisarts wordt, focust die zich ook heel erg op het doen van onderzoek. En ik vond onderzoek gewoon heel erg interessant. Ik vond de wetenschap heel erg interessant. Dus om die reden daarvoor gekozen. Dus een beetje met een omweg basisarts geworden. En waarom? Ja, het is een best lastige vraag. Ik denk dat ik een aantal persoonlijke ervaringen had in het ziekenhuis. Of in ieder geval in de gezondheidszorg. Met mezelf en met familieleden. En dat ik dat gewoon, dat me dat een hele mooie baan leek. Om iets te kunnen betekenen voor mensen op die manier. En tegelijkertijd zag ik dingen waarvan ik dacht, dat kan beter. En daar was ik heel erg gemotiveerd door. Dus aan de ene kant vond ik het een heel nobel beroep. En aan de andere kant dacht ik, nou, ik denk dat ik daar nog wel iets aan bij kan dragen. Dus vanuit die twee dingen denk ik voor het medische vak gekozen. Toen zat er al een idealist in je die dacht, ik ga het anders doen. Ja, dat is natuurlijk heel gek om te zeggen. Hè? Als je helemaal niet weet hoe het werkt en je hebt het nog nooit meegemaakt en je hebt het nog niet uitvoerend gedaan om dan al te zeggen van ik kan het beter. Dus het was niet vanuit die hoek, maar wel vanuit een bepaalde motivatie van goh, ik zou heel graag bijdragen aan een zo goed mogelijk systeem, zeg maar, waar mensen zo veel mogelijk bij geholpen zijn. Dat wel. Ja. Ja. Wat waren je verwachtingen van het vak voordat je ging werken? Want artsenvak. Ja, nou, dat is lang geleden. Dus dat durf ik niet zo goed te zeggen wat toen mijn verwachtingen waren. Ik weet wel nog wat me heeft verbaasd toen ik er uiteindelijk in ging werken. Ik heb heel lang, eigenlijk mijn hele bachelor en ook mijn masterstudie, een ander idee gehad van wat het inhoudt om als arts te werken. En dan vooral als dokter in het ziekenhuis. En toen ik daar eenmaal begon, of eigenlijk tijdens mijn co-schappen al, had ik ook al een beetje die indruk. Dacht ik, goh, je hebt eigenlijk toch vrij weinig contact met patiënten, hè? Echt contact. Dat moet allemaal binnen redelijk korte tijd. En dat vond ik moeilijk. En er is veel administratieve druk. Waar veel mensen last van hebben. Waar wel het nodige aan wordt gedaan, volgens mij. Maar de dagelijkse praktijk viel mij op een gegeven moment tegen. Toen ik daarin ging werken. Dat ik dacht, oh, ik ben eigenlijk zo'n mensenmens. En nu heb ik bij wijze van spreken een hele dag achter de computer gezeten. Met allemaal toestanden waar ik eigenlijk niet heel veel energie van krijg. En ja, dat maakte gewoon dat als ik daar een afdeling moest runnen, zeg maar, als zaalarts. Als beginnende zaalarts. Ik was een ontzettend trage dokter. En dan loop je 's ochtends visite en dan blijf je veel te lang hangen. Want je vindt dat allemaal ontzettend interessant wat mensen vertellen. En voor mijn gevoel kwam dat gesprek pas echt op gang na een minuut of 6 à 10. En krijg je dan pas echt de hele waardevolle informatie. En ik denk als je hele goed getrainde dokter bent met heel veel ervaring dat sneller kan. Maar ik vond het zelf ook niet heel prettig om dat heel snel te doen. Dus ik was een hele trage dokter en dat is niet heel handig in een ziekenhuis. Dat had ik niet helemaal verwacht, zeg maar. Dat je hoor je zo wel weinig vaker dat een ziekenhuis is uiteindelijk ook gewoon een bedrijf. En dat vergeten mensen wel eens. Dus het gaat toch ook wel een klein beetje om productiviteit gewoon de meters die je maakt. Ja. Maar omdat het zo natuurlijk in Nederland, wat op zich alweer prachtig is, een sociale sector is geworden. Zien we het als een soort van recht. Dat is het in zekere zin ook wel. Maar ik hoorde dat Gommers ook nog eens zeggen in een van zijn vele optredens afgelopen periode vanwege de coronacrisis. Toen zei hij dat ook. Van ja, mensen die denken al maar dat het maar gewoon gebeurt. Maar de ziekenhuis maakt uiteindelijk ook gewoon financiële overwegingen. En we zijn een bedrijf. Ja. Ja. En uiteindelijk heb jij dan ook na je periode bij de interne geneeskunde besloten van wat is het eigenlijk, doorstuderen of omscholen? Wat heb je gedaan? Ik was daar ANIOS. Dat staat voor arts niet in opleiding tot specialist. En ik ben nu in een medische specialisatie gestapt, dus dan ben je in opleiding. Ben je basisarts in opleiding tot specialist. Maar dat is een specialisme niet meer binnen de klinische geneeskunde. Dus niet gericht per se op patiëntenzorg, hè, individueel.
Maar op publieke gezondheidszorg is meer populatiegeneeskunde. Je behandelt groepen tegelijkertijd. Door iets te doen aan een factor die die hele groep, waar die hele groep onder lijdt. En in mijn geval zijn dat milieufactoren. Dus dat is, zijn allerlei externe factoren waar wij aan worden blootgesteld. Zoals luchtverontreiniging, water, bodem. Van alles. Licht, geluid. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar alles waar wij eigenlijk aan worden blootgesteld. En wat dus een effect kan hebben op hoe het met ons gaat. En daar ben ik nu voor in opleiding tot specialist. En wanneer was ook alweer de prognose dat je daar, die titel mag dragen? Dat is altijd een beetje tricky om te zeggen. Hè? Maar de opleiding duurt 4 jaar en ik zit nu in mijn 2e jaar. Dus met een beetje geluk twee à 3 jaar. Ja. De helft ongeveer. Ja, super interessant. Want de gezondheidszorg wordt natuurlijk nog overal ter wereld heel erg benaderd als iets wat gaat over het individu. Terwijl er volgens mij steeds meer bekend wordt over hoe juist die omgeving zo verschrikkelijk bepalend is voor onze gezondheid. En dan echt in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen over als er in een of andere fabriek chemische rommel in jouw buurt loost, dan heeft het uiteraard impact op jouw gezondheid. Maar ook, we hebben weer veel gepraat al van tevoren over de voedselomgeving. En ook misschien zelfs wel de sociale omgeving. Hè. Ik geloof dat als jij in een omgeving bent met meer mensen met overgewicht, is het risico dat je zelf overgewicht ontwikkelt ook weer groter dan wanneer je in een omgeving bent met meer mensen met een gezond gewicht. Dat is zo ontzettend bepalend voor onze gezondheid. En ik zou het wel leuk vinden om wat dieper in te gaan op een aantal voorbeelden die jij noemt over hoe je omgeving je gezondheid beïnvloedt. Noem eens een topic wat in Nederland super relevant is. Binnen de medische milieukunde is sowieso luchtverontreiniging een groot thema. Nederland heeft ook vrij veel luchtverontreiniging. Lucht houdt zich natuurlijk niet aan landsgrenzen. Dus je hebt binnenlandse productie van luchtverontreiniging, maar je hebt ook buitenlandse productie van luchtverontreiniging. En wij importeren en exporteren dus verontreiniging van de lucht. Ik woonde eerst in Rotterdam en daar werkte ik toen ook voor de GGD. En Rotterdam is gewoon al best lang een stad die kampt met veel luchtverontreiniging. Er zit veel industrie, er zit de haven, dus dat is best wel een lastige plek waar nog veel verbeterd kan worden. Dus luchtverontreiniging is een van die thema's. Wat veel mensen niet weten is dat je dus acute gezondheidseffecten kunt krijgen van luchtverontreiniging. Dus je kunt echt al binnen een paar uur kun je meten dat er veranderingen zijn in je lichaam als je bijvoorbeeld naast een snelweg gaat staan. Of op een andere manier, hè, houtstook is zoiets wat veel luchtverontreiniging geeft. Maar ook binnenshuis, als je niet goed ventileert, of je kookt op gas en je zet je afzuigkap niet aan, dat soort dingen. Wierook, kaarsen, van alles. Dus je hebt zowel acute effecten als langetermijn effecten. En dat kun je gewoon meten. En dat heeft wel, volgens mij sterven er per jaar 11.000 mensen prematuur. Vroegtijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Dus daar valt gewoon heel veel. Zou ik even op moeten zoeken, dat denk ik, ja. Misschien zeg ik nu de cijfers, vind ik altijd lastig onthouden, maar dat kan ik zeker. Ik denk dat het wel over Nederland gaat. 11.000 over de wereld lijkt me eerlijk gezegd weinig. Nee, dat sowieso niet, maar het heeft een vrij grote ziektelast. Ja. En dat is iets wat heel veel mensen zich niet beseffen. En wat ik zo leuk vind aan het werken in de publieke gezondheidszorg versus de individuele patiëntenzorg, zoals in het ziekenhuis of bij een huisartsenpraktijk of wat dan ook. Omdat je met kleine veranderingen vaak ziekte kunt voorkomen bij heel veel mensen tegelijk. En zowel die preventie miste ik in het ziekenhuis. Kun je vrij weinig doen aan preventie. Het gaat echt over behandeling van ziekte. Het liefst zo snel mogelijk. en de grootschaligheid. Dus in het ziekenhuis heb je 16 patiënten. En op dit moment is heel Nederland mijn patiënt, zeg maar. Dus ja, de impact. En misschien ook nog wel de efficiëntie. Want je kan wel iemand behandelen voor iets. Maar als ondertussen inderdaad die persoon toch in stel dat iemand iets van een COPD heeft, maar ondertussen woont hij toch nog in die omgeving die nog niet echt bepaald helpt in het verbeteren van zijn longgezondheid. Dan kan ik me voorstellen dat je je super efficiënt voelt
met grote klappen. En wat ik dus heel veel, wat ik dus heel veel zag in het ziekenhuis, was dat mensen. Ik heb daar kort gewerkt, hè. Ik heb daar maar een paar maanden gewerkt, dus ik heb daar echt heel kort gewerkt. Maar wat me zelfs in die korte tijd is opgevallen, dat er waren een aantal patiënten die telkens terugkwamen. Iedereen kende die patiënten, want die zaten om de 2 weken op de spoedeisende hulp en dan werden ze weer opgenomen. Voor exact hetzelfde probleem als waarvoor ze eerder opgenomen waren. Hè. Dan is het of een verergering van de COPD inderdaad, zoals je zegt. Of mensen die moeite hebben met een vochtbalans. Dan zijn ze hebben ze te veel vocht of te weinig vocht. En dan gaan we daar weer medicatie voor geven. En dan wordt dat in balans gebracht in het ziekenhuis. En dan gaan ze naar huis. En dan 2-3 weken later komen ze weer terug. Mensen met terugkerende infecties. Blaasontstekingen bij mannen. Wat sowieso eigenlijk gek is. En mannen die dan telkens opnieuw een blaasontsteking krijgen. En ik was heel erg bezig daar met hoe kunnen we dit nou voorkomen? Want blijkbaar sturen we iemand dus terug. Hè? We knappen iemand op, heel oneerbiedig gezegd. Iemand komt naar het ziekenhuis, die wordt daar opgenomen, die wordt daar beter. En dan sturen we iemand weer naar huis. En met het idee van nu is het opgelost. En dan komt zo iemand dus op hele korte termijn weer terug. En dat vond ik vooral heel interessant. Dus dat heeft mij toen aangezet van, hey, dit is eigenlijk niet mijn plek. Ik wil eigenlijk ergens anders. Op een ander tijdstip, hè, in dat hele gezondheidszorgtraject wil ik me inzetten. En hoe ik de medische milieukunde wel eens een beetje gekscherend uitleg aan mensen, is door te vergelijken met een vissenkom. Want dat is iets behapbaarder, zeg maar, visueel dan de volledige planeet. Op het moment dat jij een vis houdt en een viskom, ik hoop het niet, maar dat sommige mensen doen dat. En je verschoont dat water niet, dan wordt die vis ziek. En daar kun je gif op innemen dat die vis dat niet heel lang volhoudt. Wat kun je dan doen? Dan kun je 2 dingen doen. Of je kunt het water verschonen en hopen dat die zelf weer beter wordt. Of je gaat met die vis naar een dierenarts en zegt, mijn vis is ziek. Nou, dan blijft hij even bij die dierenarts en krijgt hij daar antibiotica en dan wordt hij beter. En dan stuurt die dierenarts die vis weer terug naar jou. En dan stop jij hem weer in die vissenkom. Maar je hebt ondertussen het water niet ververst. Ja, dan krijgt die vis natuurlijk weer hetzelfde probleem. Dus dat idee had ik er heel erg bij. Want we kunnen wel telkens mensen bijvoorbeeld opnieuw antibiotica geven. Wat je dan ziet is dat met iedere infectie wordt er weer een portie urine naar het lab gestuurd. En dan op een gegeven moment is dat gewoon resistent voor bepaalde antibiotica. Dat heb ik gewoon echt zien gebeuren in de hele korte tijd dat ik daar werkte. Ja, dat lijkt me geen, hè, als we het dan over duurzaamheid hebben, lijkt me dat geen duurzame tactiek. Ja. Dus we moeten dat echt anders aanpakken. En je hebt de klinische zorg heel erg nodig op het moment dat je te laat bent voor preventie. En zelfs daar kun je secundaire preventie doen met leefstijl en met omgeving en dat soort toestanden. En ik ben heel erg blij dat als ik mijn been breek, dat iemand dat recht kan zetten en daar me kan opereren en dat soort dingen. Dat is heel erg belangrijk dat we dat hebben. Maar we moeten zeker ook die publieke gezondheidszorg en milieu en omgeving gewoon heel serieus gaan nemen. Want dit is niet houdbaar op de lange termijn, denk ik. Nee, en ik wil je niet de woorden in de mond leggen. Maar zeg je hiermee eigenlijk ook een beetje van ja, die reguliere gezondheidszorg die kan opschalen en weet ik veel wat verbeteren wat hij wil. Maar zolang die omgeving niet serieus genoeg wordt genomen, is het eigenlijk zinloos? Ja, zinloos is misschien weer heel plat geslagen. Maar... Nou, ik denk wel dat we afstevenen op een scenario waarbij de omgeving dusdanig verpest is, dat je nog zo'n goede hartchirurg kunt hebben, als jij geen adem meer kunt halen. Hè, ik weet niet, misschien hebben sommige mensen The Crown gekeken. Daar zit een leuke Netflix-serie. Er zit een aflevering in over de London Smog. Zo, dat was waren hele heftige paar dagen met heel veel luchtverontreiniging waar heel veel mensen zijn overleden. Mm-hmm. Je kunt die vis opereren. Je kunt een hele goede chirurg zijn voor goudvissen. Op het moment dat die vissenkom vervuild is, gaat die gewoon alsnog dood. Dus het is een voorwaarde voor die andere zorg. Ja. De gezondheid van de omgeving is een voorwaarde voor humane gezondheid. Ja. Het liefst heb je ze allebei. Maar op het moment dat je je omgeving verpest tot het punt waarop mensen eigenlijk niet meer kunnen leven, dat het niet meer met leven verenigbaar is, ja, dan kun je opereren, dan kun je nog zo'n goede chirurg zijn, maar dan gaan mensen alsnog dood. Ja, ja.
Ja, hey, en even terugkomen tot die luchtvervuiling. Want mensen die deze podcast wel vaker luisteren, die weten dat ik er absoluut geen geheim van maak dat ik een plantaardig voedingspatroon ten zeerste stimuleer. En niet alleen vanwege de directe gezondheidsvoordelen, maar ook vanwege het feit dat die, het zijn toch met name de grote behoefte aan dierlijke eiwitten, die een veel te zware last zijn, een veel te grote impact hebben op de omgeving, onze omgeving, onze gezondheid, of laten we het gewoon heel breed trekken, de gezondheid van de planeet. En bij luchtvervuiling, ik zag toevallig een tijdje terug nog een stuk in het Parool, en je verwacht inderdaad diep rode vlekken te zien boven Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven misschien ook nog wel een beetje, maar het was heel inzichtelijk gemaakt dat eigenlijk vooral Brabant en Noord-Limburg is een diep rood gebied. Omdat daar zoveel luchtvervuiling is, waarbij de verklaring werd gelegd vanuit de intensieve veehouderij die zich daar concentreert. En ik weet niet precies de getallen, maar ik heb begrepen dat wij in Nederland een enorme hoge dierdichtheid hebben, zeg maar, op een postzegel heel veel dieren. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe beïnvloedt die veehouderij op dit moment onze lucht, onze schone lucht? Ja, dat is een heel ingewikkeld thema. Ik denk om te beginnen, luchtverontreinigingen is echt een heel complex gebied waar honderden duizenden mensen zich fulltime mee bezighouden. Het meten is ingewikkeld, de aard van de vervuiling is ingewikkeld, hoe het zich combineert in de lucht. Hè? Dus niet zo dat jij een luchtvervuilende bron hebt, dat wordt uitgestoten en dat blijft in die vorm in de lucht hangen. Dat reageert met andere deeltjes in die lucht. Het is heel erg afhankelijk van je weersomstandigheden. En er is gewoon nog heel veel over onbekend ook. Dus het is best lastig om daar een heel eenduidig antwoord over te geven. Wat weten we wel? Nou, we weten dat het slecht is voor de gezondheid en dat er geen gezonde ondergrens is, laat ik het zo noemen. Dus de luchtvervuiling terugdringen is altijd beter, ook al zit je al heel laag. En in de stad heb je met name verontreiniging door bijvoorbeeld verkeer en industrie en wellicht ook houtstook en andere bronnen. En op het platteland heb je inderdaad andersoortige verontreiniging van een andere industrie. Maar goed, daar heb je natuurlijk ook transportbewegingen, noemen ze dat. Hè? Veehouderijen hebben gewoon ook dieren op transport en moeten veevoer aanvoeren en mest weer afvoeren. Dus ook daar heb je transport en vaak minder OV, dus daar rijden mensen misschien meer. En dan heb je nog verschil tussen gasvormige luchtvervuiling en deeltjesvormige luchtvervuiling. Dus hoe dat precies, hoe dat aandeel zich precies verhoudt tot de steden, dat is echt heel complex. Daar kan ik niet zo eenduidig een antwoord op geven. Wel dat de luchtverontreiniging in aard dus anders is. Dus bijvoorbeeld op het platteland heb je te maken met endotoxine. Dat zijn onderdelen eigenlijk van gram-negatieve bacteriën, kleine stukjes. En die komen daar veel meer in de lucht voor dan in stedelijk gebied. En dat kan dan andere gezondheidseffecten geven. Ja, ja. En we weten natuurlijk allemaal, Q-koorts in relatie tot geiten, veehouderijen. Nou ja, daar worden allemaal onderzoeken naar gedaan van, hebben mensen die dan dicht bij veehouderijen wonen, hebben zij dan meer luchtweginfecties of hebben zij meer astma? Dan krijg je tegenstrijdige resultaten, dus er is vaak minder allergie. Maar de mensen die al COPD hebben of zo, die hebben meer klachten. Mensen die binnen een bepaalde straal, laten we zeggen, ik weet niet exact hoe het zit, hoeveel meter dat is, laten we zeggen binnen 2 kilometer of zo van veehouderij, hebben dan vaker luchtweginfecties, zoiets. Weer minder vaak allergieën. Dus hoe zich dat dan precies, hè, wat je dan netto overhoudt, is echt wel een ingewikkelde som. Daar kun je niet zomaar van zeggen van, joh, om de luchtverontreiniging heel ongezond om daarbij in de buurt te wonen. En is Nederland überhaupt een goed land om dan dat soort onderzoeken uit te voeren? Omdat we juist met zoveel op een kleine postzegel zitten. Eigenlijk is de basale vraag hierachter, denk ik, is er ergens nog schone lucht in Nederland? Ja, volgens mij in Groningen heb je nog een stukje schone lucht. En dan zak je weer in. Wat zeg je? Dan zak je weer de grond in, vanwege de aardbeving. Dan zak je de grond in, ja. Het is ook nergens. Nederland is over het algemeen natuurlijk gewoon heel vol
met zowel mensen als dieren. En dat merk je. En in die zin is Nederland wel een heel, heel interessant land om dit soort onderzoeken te doen. Omdat we zo dicht op elkaar wonen. Dat heb je in andere landen niet in deze mate. Dus aan de ene kant juist een heel erg interessant land om onderzoek te doen. En aan de andere kant moet je daar wel rekening mee houden, ja. Ja, ja, precies. Maar het verdunt ook wel snel, hoor. Als je echt op een paar kilometer afstand of zo zit, dan je kunt wel echt verschillen merken in de luchtmetingen op basis van afstand. Dus je hoeft niet 100 kilometer van een boerderij af te zitten, wil je een keer schone lucht hebben. Nee, oké. Dat lukt ook niet zo snel in Nederland, want overal heb je wel. Nee, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, ik moet nu ook even denken aan toch even de coronacrisis. Daar heb ik het volgens mij toen nog met jou over gehad. Toen was er al heel snel een arts die zijn conclusies trok. Waar jij toen best wel kritisch op was, maar misschien ben je inmiddels anders over gaan denken, dat weet ik niet. Die zei van ja, dat coronavirus is natuurlijk heel hard in Brabant en Limburg binnengekomen met heel veel IC-opnames. Waarbij toen heel snel een arts was daar, die zei van ja, maar dat komt door die veehouderij, die longen van die mensen allemaal kwetsbaar heeft gemaakt. Maar dat kan je dus niet zo makkelijk stellen eigenlijk. Ik zou het niet zo hard durven beweren, maar ik zou het ook niet durven ontkrachten. Ja. En daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Wat natuurlijk wel zo is, is dat luchtverontreiniging, daarvan weten we dat het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en zelfs diabetes kan verhogen. En dat de risicofactoren zijn voor een ernstiger beloop van COVID-19. Dus in die zin hebben we dit niet als extra argument nodig om te zeggen die luchtverontreiniging die moet gewoon naar beneden. Want het helpt ons niet. Het gaat niet een beschermende factor zijn tegen COVID-19, dat denk ik niet. En we weten gewoon al dat het slecht is. We weten al dat het een gigantische impact heeft, dat het leidt tot ziektelast, dat het economische kosten met zich meebrengt. Dus die luchtverontreiniging moet gewoon omlaag. Die lucht moet gewoon schoner. En nou ja, in het begin had je inderdaad dat in de regio's met veel veehouderij, dat daar ook veel COVID was, volgens mij. Maar als je later in de tijd kijkt, hoe de pandemie zich heeft ontwikkeld, ook in Nederland, nou, dan had je ergens anders weer hotspots. Hè. Dan waren het vooral de grote steden waar dan de meeste patiënten waren. Ja, daar zit veel minder veehouderij, maar zit wel weer andere luchtverontreiniging. En op het moment dat je het ook met andere factoren kunt verklaren, zoals bijvoorbeeld skivakantie, zoals carnaval, misschien sportwedstrijden wat je in Italië had, dan kun je volgens mij niet meer zo eenduidig zeggen, het komt door de luchtverontreiniging specifiek van de veehouderij. Ja, kijk, ik wil ook minder veehouderij en minder luchtverontreiniging. Maar daar hoeven we COVID niet voor te gebruiken als argument. We hebben voldoende argumenten om dat sowieso naar beneden te schroeven. Ja, ja, maar het leert ook iets over. Ik noem dat wel eens vegan propaganda. Weet je wel, er worden soms van die dingen de wereld ingeslingerd die gewoon of veel te ongenuanceerd zijn, of zelfs niet eens waar. En dan denk ik, dat helpt je niet, want dingen die jij en ik hebben dezelfde missie, meer planten in het dieet en minder dierlijke producten in het dieet van iedere burger. Ja. Maar als er dan dingen in de wereld worden geslingerd die later juist weer ontkracht moeten worden, dan helpt dat niet om je boodschap zeg maar sterker te maken. Dan kan je maar beter zo dicht mogelijk soms bij de wetenschap blijven. En dingen die niet helemaal. Dat vind ik juist zo mooi aan jou. Jij blijft heel dicht bij die wetenschap, zoals je ook zegt. Van, je kan dat gewoon niet stellen op dit moment. En dat is denk ik alleen maar goed, want op de lange termijn maakt dat je boodschap alleen maar krachtiger. Want als later weer wordt gezegd van nee, maar dat klopte niet, want het was ook te verklaren vanuit die en die factoren. Dan maakt dat alleen maar je boodschap minder geloofwaardig. Hmm. Zo zie je. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat dit ook gebeurt in voor de niet-vegan propaganda. Ja, absoluut. Dus, laten we wel wezen, de gevestigde orde, en dat is waar Amanda Govers het volgens mij ook een keer over heeft gehad. Ja, op het zeker. Moment dat je een alternatief biedt, moet je jezelf vaak veel harder verdedigen dan dat je de status quo wilt verdedigen. Je moet veel meer doen en veel harder werken en veel meer bewijs aanleveren om iets te willen veranderen dan dat je de status quo wil behouden. Dus
Ja, ik vind dat we gewoon, in ieder geval als dokter dan en als onderzoeker, moet je gewoon dicht bij de feiten blijven. Maar ja, dat betekent niet dat je niks meer kunt zeggen. Dat betekent niet dat je jaren op onderzoek hoeft te wachten om een enige inschatting te kunnen maken. Ja, we doen het met de best available evidence die we op dit moment hebben. En die best available evidence is gewoon heel erg duidelijk dat we minder luchtverontreiniging en minder veehouderij moeten hebben. Daar kun je het bijna niet meer mee oneens zijn op basis van de wetenschap. Ja, ja. Dus dat voelt voor mij dan niet als propaganda. Dat voelt voor mij gewoon als, de status op dit moment. Nee, maar het wordt natuurlijk anders op het moment dat er... jij zegt bijvoorbeeld heel netjes van... Ja, die veehouderijen werkt absoluut in je voordeel... In het specifieke verhaal over luchtvervuiling en kwetsbare longen. Dat werkt absoluut niet in je voordeel. Maar we moeten ook niet uitsluiten dat carnaval en skivakanties... en weet ik veel wat ook hebben bijgedragen aan bepaalde... enorme hoeveelheden besmettingen en IC-opnames. Ja. Dat is anders dan wanneer iemand gelijk de wereld inslingert van veehouderij, luchtvervuiling, kwetsbare longen, 1 op 1. Weet je, dus altijd die nuance proberen aan te brengen. Tenminste, ik denk dat het heel belangrijk is om, om uit te kijken met dingen... te benadrukken die misschien, of hoe zeg je dat, dingen minder genuanceerd te brengen dan ze misschien wel in elkaar zitten. Juist om je geloofwaardigheid te behouden. Ja, en kijk, het is ook niet erg als je, vind ik, vind dat niet erg, als iemand daarvan overtuigd is. Nee. En dat heel erg wilt uitdragen, want het komt van een goede plek met goede bedoelingen. Maar als je dan achteraf dat ook maar weer terug kunt nemen en zeggen, ik ben iets te voorbarig geweest in. Heel mooi. Er zijn mensen die dat op eigen houtje doen. En er zijn mensen die heel erg veel overleggen. En ik vind het mooi aan de medische milieukunde. Dus dat er worden dokters opgeleid om dit te doen. Maar er zijn ook mensen vanuit milieuwetenschappen, biomedische wetenschappen, psychologie. Nou, het is een heel multidisciplinair vakgebied. En iedereen heeft zo zijn eigen expertise. En ik had dit nu niet zo helder kunnen uitleggen. Althans, ik hoop dat ik het helder heb uitgelegd. Als ik niet was gevoed door informatie... van mensen die gewoon gepromoveerd zijn op luchtverontreiniging. Hè? En daar gewoon veel meer verstand van hebben dan ik. Dus de mensen die dit interessant vinden, die hier heel graag voor op de bres willen, heel erg graag, ik moedig dat alleen maar aan, maar overleg even. Want dan maak je het gewoon zoveel sterker. Exact, je gooit je eigen ruiten in op het moment dat je op eigen houtje zoiets gaat doen. En dat niet hebt hoe zeg je dat? Ja, dat niet het afgestemd met de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Dat vind ik heel jammer. Ja, ja, heel mooi gezegd. Ja. Hey, en zijn er nog andere onderwerpen die in Nederland behoorlijk relevant zijn? Echt specifiek Nederland. Als het gaat over jouw vakgebied of jouw toekomstige vakgebied. Ik weet dat je het wel eens had gezegd over toxicologie. En ik moet dan altijd denken aan wat jij zei. Van ja, als alcohol nu door de keuring moet komen om goedgekeurd te worden, dan was het nooit meer op de markt gekomen vanwege de toxicologische effecten. Ja. Maar vallen bijvoorbeeld pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen, valt dat ook onder toxicologie? Ja, dat is ook zo'n moeilijk onderwerp, hè? Daarom is het zo interessant. Ja, nee, het is zeker. Het is heel interessant. Om even, want je vraagt een paar dingen. Hè? Dus blootstelling aan gevaarlijke stoffen is zeker een grote tak van sport binnen de medische milieukunde. Dus daar zijn heel veel mensen mee bezig. We hebben ook mensen die diensten draaien. Dus die zijn op oproepbasis, kun je die bellen. Dat heet de GAGS. Dat staat voor geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Dat kan een dokter zijn, dat kan ook een niet-dokter zijn. En op het moment dat er bijvoorbeeld een brand is op een industrieterrein en je wilt weten wat daarbij vrij is gekomen en of omwonenden gevaar lopen of zo, dan worden die mensen gebeld en worden daarbij betrokken, hè, naast andere brandweer, ambulance, veiligheidsregio, dat soort toestanden. En überhaupt risico's van gevaarlijke stoffen. Wij doen heel veel risicobeoordelingen en health assessments, exposure assessments. En bij gevaarlijke stoffen is het belangrijkste wat ik het afgelopen jaar, zeg maar mijn eerste jaar, heb geleerd, is dat er een verschil is tussen
ja, in het Engels heet dat hazard en risk. Dus eigenlijk gevaar en risico. Op het moment dat een stof heel toxisch is, dus heel gevaarlijk, maar jij wordt er eigenlijk nooit aan blootgesteld, niet of nauwelijks, die kans is nihil, ja, dan is er dus ook geen gezondheidsgevaar. Dan kun je nog discussiëren of er een gevaar is voor de natuur en of het dan via de natuur weer een gevaar is voor ons. Maar als jij niet wordt blootgesteld aan een concentratie die iets kan doen op jouw gezondheid, dan is er dus geen risico. Heb je een voorbeeld van? Ja, daar zijn vast voorbeelden van. Nou, bijvoorbeeld waar ik laatst aan heb gewerkt is cosmetica. Bij cosmetica heb je producten die je op je huid of haar of wat dan ook moet laten zitten. En je hebt producten die je afspoelt. En er zijn dus mensen die huidreacties krijgen of allergische reacties of ander soort irritatiereacties door stoffen die in cosmetica zitten. Als jij een product gebruikt wat je uit moet spoelen of er weer af moet halen en je laat dat zitten, 100% krijg je daar een reactie op. Hè? Maar dat is gewoon, dan word je langer en meer blootgesteld aan die stof die daar niet voor is bedoeld. Ja. Maar datzelfde product, als je dat gewoon volgens voorschrift gebruikt en je wast dat weer af, ja, dan zou je geen problemen moeten verwachten. Dus dat is zo'n dingetje wat belangrijk is. En vaak wordt er gezegd, deze stof is, kan gezondheidseffecten hebben, dus risico. En het is niet zo eenduidig. Je moet daar echt, dat is ingewikkelder dan dat. Dus een beetje, ik moet nu gelijk denken aan zo'n beetje alle producten die we gebruiken in de keuken om dingen schoon te maken en te poetsen en de bleek door de wc. Dat moet je niet op je huid spuiten, maar zolang je daar afstand toe houdt, is het misschien een. Ja, je moet je blootstelling altijd minimaliseren. Altijd. Ja. Dat is gewoon altijd verstandig. En waar ik me nog steeds over verbaas, en dat is met schadelijke stoffen of gifstoffen. Maar dat is ook bijvoorbeeld met, nou ja, je kunt erover twisten of je dat een gifstof vindt, maar bijvoorbeeld alcohol of vlees of dat soort. Ja. Ik ben er echt heel erg over verbaasd hoeveel ons lichaam kan handelen voordat wij klinisch ziek worden. We hebben zoveel reservecapaciteit. Ja. Dus je kunt ook denken van, joh, als jij heel erg obsessief bezig bent met het voorkomen van blootstellingen aan van alles en je krijgt ontzettend veel stress van, terwijl de mate waarin je wordt blootgesteld, eigenlijk, dat kan je lichaam prima hebben. We hebben ook een soort ontgiftingscapaciteit in ons lichaam. De lever en de nieren die werken daar heel hard aan. De huid en de longen misschien ook wel. Je kunt best wel wat hebben. En als je verder gewoon gezond leeft, dan zou je daar niet heel druk over hoeven maken. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Hè? Kankerverwekkende stoffen zijn wel een ander verhaal. En wat je vroeg over pesticiden, is nu volgens mij ook weer wat meer in opspraak, dat thema. Het grote probleem op dit moment is dat we vaak wel weten van, oké, wat is het risico van een bepaalde stof? Hè? Dus wat doet die stof, de hazard? In welke mate worden we blootgesteld daaraan? En is er dus een risico? Maar waar we onvoldoende zicht op hebben, en niet alleen wij, maar de hele EU, misschien wel wereldwijd, is wat is nou het effect van al die stoffen bij elkaar? Want die hebben allemaal een ander werkingsmechanisme en daar word je misschien aan blootgesteld in andere verhoudingen en op andere tijdstippen. En je lichaam kan zich ook aanpassen. Dat zie je met alcohol natuurlijk ook heel erg. Als je niet gewend bent om te drinken, dan kun je van een half glas wijn kun je al aangeschoten zijn. Als je het wel gewend bent, dan heb je een paar glazen nodig voordat je daar effect. Dus je lichaam past zich ook aan. Dus dat is en individueel en stofspecifiek. En dat is ontzettend ingewikkeld om dat goed te onderzoeken. Eigenlijk bedoelt is zeg maar dat cocktail-effect. Hè? Want alle stoffen zijn individueel toegestaan of toegelaten. En daar zeggen ze van nee, geen gezondheidsrisico's onder dit niveau. Maar het probleem is, op een aardbei zit niet één gifstof, maar zitten er misschien wel 7. En wat dan zeg maar dat samen doet met onze gezondheid, dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja, je krijgt het dus niet alleen binnen via die aardbei die je opeet, maar ook via misschien huisstof waar het ook in zit. Wat je aanraakt, wat je inademt, zijn weer andere blootstellingsroutes. Je moet met zoveel factoren rekening houden dat het echt best wel ingewikkeld is om daar fatsoenlijk onderzoek naar te doen. En ik weet niet of je dit weet, want het gaat iets meer over beleid dan over gezondheid. Maar
je zou zeggen, until proven otherwise, zou je het niet toestaan. Waarom mag het dan allemaal? Waarom wordt het dan toegelaten? Wat jij aanstipt nu is eigenlijk iets dat het voorzorgsprincipe heet. Precautionary principle in het Engels. En daarmee zeg je eigenlijk van, joh, we weten niet exact in welke mate het een risico is, maar uit voorzorg gaan we het verbieden. Dat is lastig. Daar worden meerdere belangen in meegewogen. Gezondheid is dan één van de belangen die wordt meegewogen. Ik weet, omdat ik dus recent met cosmetica heb gewerkt, weet ik dat, dat daar ook de handel binnen Europa is ook een belang. Hè? Op het moment dat je te veel regelgeving hebt, dan wordt je handel heel ingewikkeld. Kun je dingen op zwarte markten, illegaal, dat soort dingen, heb je nog minder toezicht. Dus worden altijd meerdere belangen meegewogen en gezondheid is daar één van. Heb ik verder niet heel veel kennis over, moet ik je eerlijk zeggen, wanneer dat voorzorgsprincipe in werking treedt. Ik weet wel, in de EU en in Nederland zijn heel veel regelgevingsinstanties, toezichthoudende instanties. Dus over het algemeen is voedselveiligheid bijvoorbeeld een veel minder groot probleem dan voedingspatronen. Mensen die zich daar heel druk over maken, die zeg ik vaak van, joh, in bepaalde domeinen heb je gewoon heel weinig controle als individu. Hè? Ik woon hier en de lucht is hier zoals die is. En tenzij ik mijn houtkachel aanzet of mijn gas aanzet en geen afzuiging gebruik, heb ik vrij weinig controle over wat er in die lucht zit. En waar ik wel controle over heb, zijn dingen als beweging, slaap, stress, voeding. Dus doe dat eerst allemaal goed. En ga je dan druk maken over die dingen waar je dus geen controle over hebt. Hè? Ja. Want voor de meeste mensen is voedingspatroon gewoon zo slecht. Dan kun je het hebben over voedselveiligheid. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar met voedingspatroon is veel meer winst te behalen. Ja, ik snap wat je zegt. Je bedoelt eigenlijk, ook al zijn het hele belangrijke thema's. Die luchtvervuiling, als die helemaal schoon is, is dat nog steeds niet heel veel waard als jij nog steeds een liter cola per dag wegstort. Kijk, krijg je wel andere problemen. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, interessant. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder relevant, inderdaad. En zeker aangezien het, vaak zijn het ook allemaal van die verhalen. Dan moet ik altijd dan denken dan, ik woon bijvoorbeeld in een plek waar een fabriek staat. Volgens mij heet het nu Chemours. Ja. Heeft jaren DuPont geheten. Of misschien het nog steeds wel allebei. En er is altijd commotie rondom die fabriek. En wat me opvalt aan het verhaal, als het gaat over toxicologie dan specifiek, en misschien ook wel over andere verhalen die wat meer met jouw vakgebied te maken hebben, het is altijd achteraf gepraat. En dan ontdekken we opeens van, oh, dit had eigenlijk nooit gemogen. En dan kom je er vaak ook nog eens achter dat er allemaal ergens diep verstopt nog bestanden vandaan komen waarin eigenlijk al lang stond dat het niet goed is. Specifiek over DuPont, ik zal het verhaal een beetje afmaken. Daar is in de jaren 60 of 70 of zo van de vorige eeuw al gedoe geweest, omdat mensen die daar hadden gewerkt, ja, vergeef me als ik het niet helemaal goed herhaal, maar volgens mij kwam het erop neer dat er vrouwen bijvoorbeeld heel erg veel onvruchtbaar werden als ze daar hadden gewerkt. Omdat ze dan in een omgeving zaten met bepaalde stoffen. En laatste jaar is het weer in opspraak omdat er een bepaald stofje vanuit die fabriek, of het nou direct de rivier in wordt geloosd of gewoon door omstandigheden, regen en dergelijke, de rivier in glijdt. Maar in ieder geval lozen ze een stofje Genix zo de rivier in. En dan wordt de norm van toelaatbaarheid van die stof maar verhoogd in plaats van dat die in de fabriek zelf wordt aangepakt. Het zijn vaak wel allemaal dingen dat je achteraf hoort. En ik kan me wel voorstellen dat mensen ontzettend boos kan maken vooral. Wat is hier nou echt belangrijk? Mijn gezondheid of En die boosheid heeft in feite ook weer wederom te maken met dat mensen daar zelf geen controle op kunnen uitoefenen. Ja. Dus er is een bepaald, mensen ervaren een bepaald risico en ervaren dus geen controle daarover. En dat is een hele slechte combinatie. En ik denk in dit geval,
Er zijn natuurlijk, ik weet van mijn tijd bij de GGD Rotterdam, dat er veel mensen ook uit ons team zich bezig hielden met het beoordelen van het risico daarvan. Van specifiek de plek die jij noemt en die stoffen die daarbij vrijkomen in het milieu. En misschien ook wel in de lucht. Ik zit daar niet zo goed in. Nou, best kunnen hoor. Maar wat heel belangrijk is, kijk, je weet natuurlijk nooit wat je niet weet. Hè? En je ziet zelfs bij roken, er zijn mensen die roken 60 jaar, die krijgen nooit longkanker. Er zijn mensen die hebben nooit gerookt, die krijgen wel longkanker. Er zitten ook individuele gevoeligheden bij verschillende mensen. En het kan net zo zijn dat er een bepaalde combinatie is, waardoor dat wel een probleem wordt. En om dan hele harde uitspraken te doen van het is absoluut veilig. Ja, ik vind dat je daarmee op moet passen. Ik vind dat je altijd moet kunnen terugkomen op iets wat je eerder hebt gezegd. Je hebt gezegd, joh, volgens mijn beste kennis acht ik dit nu niet een risico voor de gezondheid in zodanig dat we daar iets per acuut aan moeten doen. Maar ik sluit niet uit dat we er op een later moment met andere informatie, meer informatie, achterkomen dat er toch een risico is. Dat hebben we ook met bijvoorbeeld hoogspanningslijnen gezien. Dat hoogspanningslijnen werden veilig geacht. En dan blijkt achteraf, jaren later inderdaad, toch dat het risico op het ontwikkelen van leukemie bij kinderen die onder zo'n hoogspanningslijn wonen, hoger is. Ja, en of je dat dan helemaal mechanistisch kunt duiden, dat weet ik niet precies. Maar het is wel de reden waarom die hoogspanningslijnen nu liever niet boven een basisschool of zo worden. Hè? Dus... maar dat blijkt dan pas jaren later. Daar komen mensen pas jaren later achter. En soms moet je dat je dan moet incalculeren op het moment dat je een uitspraak doet over of er een risico is of niet. En als er een hele grote groep mensen is die daar heel erg onrustig over is, ja, dat is ook niet goed voor je gezondheid. Nee. Dus je moet dat heel serieus nemen. Ja. Heb jij enig idee wat ziekte door omgevingsfactoren ons per jaar kost? Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik moeten weten. Misschien kunnen we dat ook nog toevoegen aan de show notes, dat ik dat even opzoek. Ik weet wel, kijk, als je een lijstje maakt met een top 10 aan voorkombare ziektelast, dat daar zeker omgevingsfactoren volgens mij op plaats 4 of 5 al komen. Dus nog steeds dingen als roken en voeding en leefstijl staat heel hoog. Maar dingen als luchtverontreiniging en andere omgevingsfactoren staan ook heel hoog. Maar wat dat precies kost, dat zou ik echt op moeten zoeken. Dat weet ik niet. Ja, zou wel interessant zijn. Ja, als iemand anders het weet, dan hou ik me ook aanbevolen over het. Ja. Ja, neem gerust contact op. Ja. Dan wil ik nog even hebben over specifiek het stukje voeding. En dat kunnen we natuurlijk relateren aan verschrikkelijk veel dingen als het gaat over de omgeving. Maar ik denk dat voor heel veel mensen niet eens duidelijk is hoe om voeding als omgevingsfactor. Hè? Want we denken van ja, we lopen naar de supermarkt en we gooien wat in ons winkelwagen. Maar voeding is echt een enorme omgevingsfactor. Als in welke horeca word je aan blootgesteld? Voeding en de invloed op klimaatverandering en milieuverontreiniging. De voedselomgeving. Sociaal gezien, hoe eten de mensen in jouw omgeving? Nou, ik geef alweer veel te veel weg. Vertel jij eens over op wat voor manieren beïnvloedt voeding onze gezondheid in de breedste zin van het woord? En zo. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het is jouw specialisme. Even. we hebben het natuurlijk tot nu toe een beetje binnen de medische milieukunde over de klassieke onderwerpen gehad. Maar de realiteit op dit moment is dat klimaatverandering gewoon de allergrootste dreiging voor de publieke gezondheidszorg is. En een van de, dat is misschien traditioneel gezien, hè, toen de medische milieukunde ontstond in de jaren 70, was dat misschien niet zo'n big issue nog. Maar dat is nu wel een heel erg belangrijk thema. En een van de dingen die je als individu kunt doen, waarmee je, ja, als ik me niet vergis, de meeste impact kunt hebben. Misschien dat vliegen, lange vliegreizen nog hoger staat. Maar het aanpassen van je dieet kun je zo'n gigantische impact hebben op je eigen voetafdruk, hè, voor klimaatverandering. En dan hebben we het natuurlijk over het minderen van
dierlijke producten, met name vlees en zuivel en ook wel vis. Ja, ik zou met name rund zeggen. Dus dat is ja, goed. Maar die andere vleesproducten ook wel. Kijk, er wordt vaak gesproken, als je het over klimaatverandering hebt en impact, wordt er vaak gesproken over CO2-equivalenten. Dan rekenen ze uit hoeveel broeikasgassen daarmee gepaard gaan. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over broeikasgas. Het gaat ook over hoeveel land gebruik je. Hoe behandel je dat land? Wat komt er in de bodem? Hoe zit het met biodiversiteit? Ben je je water aan het verzuren? Voeg je juist te veel voedingsstoffen toe aan je water, waardoor je algengroei krijgt en daardoor weer allemaal problemen. Dus het gaat niet alleen maar over die broeikasgassen. En dat wordt vaak vergeten. Dus je kunt inderdaad uitrekenen van hoeveel broeikasgassen hoeveel uitstoot heeft de productie van beef versus productie van eieren. Ja, dan zit je met eieren veel beter. Maar eieren heeft weer impact op andere zaken die ook nadelig zijn voor het klimaat. En in die zin is het gewoon heel duidelijk dat een plantaardig dieet veel meer binnen die planetaire grenzen blijft. Wat nogmaals essentieel is voor het voortbestaan van de mens. Hè, voor het leven houden van de gezondheid. Ja, dat is. Je kunt niet verwachten dat je buiten de grenzen gaat van je planeet. En dat je dan kunt blijven bestaan. Dat is iets heel geks. Dat we dat soort van maar voor lief nemen. Te denken, oh joh, komt wel goed. Voeding is in feite iets waar je jezelf vrijwillig aan blootstelt. Iedere dag. Dat is ook een blootstellingsfactor. Daar zitten ook bepaalde stoffen in die je lichaam moet omzetten in andere stoffen. Als je alcohol drinkt, dan drink je gewoon gifstoffen ook. Dus dat is zeker wel, ik vind dat een medisch milieukundig thema. En dat wordt ook steeds meer opgepakt. En ik kijk momenteel bijvoorbeeld naar voedsel als een van de blootstellingsfactoren in het totale plaatje aan blootstelling. En welke rol voeding daarin speelt en in welke mate dat dan belangrijk is. Voor de gezondheidsraad doe je dat, hè? Ja, ja. En jij hebt best wel veel van die instituties, zeg je dat zo? Is dat voor woord? Instituten, denk ik. Instituten, ja. Instituten. Gezien van binnen die, weet je, RIVM, gezondheidsraad. Ik dacht ook nog even, hoe heet dat ook alweer? Ik denk altijd dat de Currencies van Waarde, maar dat heet het niet meer zo. Nee, de NVWA. Ja, heb je ook nog even gezeten, toch? Ja. Ja. Hoe leeft voedsel als thema binnen die, als omgevingsfactor, laat ik het zo zeggen, binnen dat soort instanties? Nou, als omgevingsfactor vrij weinig. Gaat vooral over intake. Hè? Dus ingrediënten, macronutriënten, voedingspatronen, voedselveiligheid. Maar als omgevingsfactor nog wat weinig. Ik denk wel dat er veel onderzoek gedaan wordt op voedselomgeving, waar ik zelf niet zo heel veel van af weet. Behalve dat ik weet dat het belangrijk is. Hè? Als jij in een wijk woont waar heel veel frituur of cafetaria zijn, dan ben je geneigd om dat vaker te eten. Dat is misschien ook niet meer dan logisch, maar dat toont dat onderzoek dan aan. Niet meer dan logisch. Je wil niet weten op hoeveel plekken of hoeveel mensen dat toch nog steeds zien als een individuele keus. Voedsel wordt gezien als een individuele keus, maar ja, als je omgeving op een bepaalde manier is ingericht, of denk aan prijzen in de supermarkt, is het niet verbazingwekkend dat mensen bepaalde keuzes maken natuurlijk. Nee, en ik denk ook dat je... ik heb ook een tijdje onderzoek gedaan naar de invloed van hormonen bijvoorbeeld op het lichaam, maar ook op onze mentaal welbevinden. Iedereen weet dat als je minder slaapt, dat je dan geneigd bent om meer te eten en ongezonder te eten. Mensen weten dat voor vrouwen die met hormonale schommelingen zitten, dat op bepaalde momenten in je cyclus je neigt naar ander voedsel. Als je zwanger bent, krijgen mensen cravings voor bepaalde type voedsel. Dus dat is echt niet zo'n vrije keuze. Kijk naar verslavingen, kijk naar suikerverslaving, kijk naar nicotineverslaving. Ik denk dat echt het aandeel vrije wil daarin en vrije keuze, en dus ook de mate waarin je mensen verantwoordelijk kunt houden voor het nuttige van dat voedsel, dat heel erg minimaal is. Ja. Er zit altijd wel, tot op zekere hoogte heb je daar invloed op zelf. Maar ja, we weten ook dat als je iets doet aan de prijs, dat mensen hun keuze verandert. Er zijn zoveel dingen die je in de omgeving kunt veranderen.
Je legt geen snoep meer bij de kassa, maar je legt daar iets gezonders neer. Als je met honger naar de supermarkt gaat, ga je toch andere keuzes maken dan dat je zonder honger naar de supermarkt gaat? Is dat dan vrije wil? Ja. Of word je dan gestuurd door je lichaam? Van hey, dit is honger, er moet nu iets in. Mijn suikers zijn laag. Doe maar snoep en vet en weet ik veel allemaal. Ja. Ik hoorde laatst... ik heb me ook wel eens proberen in te zetten voor een beter aanbod van voedsel. Of in ieder geval wat je in ziekenhuizen kunt krijgen. Want dat is... Of in andere gezondheidscentra. Ik vind gewoon dat het niet meer van deze tijd is om daar dingen als ijsjes en gefrituurde kroketten, ja, weet je. Dingen waarvan we weten dat het ongezond is. En dan wordt er ook nog wel eens teruggegrepen op, ja, maar mensen moeten die keuze hebben. Hè? Waarop ik dan zeg, ja, als ik een kebabshop inloop. En ik zeg, doe mij maar een slow juice met op basis van bleekselderij en koriander. En weet ik veel wat voor allemaal lekkere goodies daarin. Zeg ze, dat hebben we niet. Ja. Ja. Het is toch geen enkel probleem? Ja. Als je dat wil, dan kun je Uber Eats bestellen. Dan ga je daarvoor die kebabshop staan. Dan bestel je een Uber Eats, een slow juice met een salade of zo. Maar dat hebben ze daar gewoon niet. En dat is heel logisch. En waarom vinden we het dan niet logisch dat we in een gezondheidscentrum gewoon geen ongezonde spullen aanbieden? Ja, ja, ja. Nou, en ik moet ook... Dat betutteling argument hoor je wel vaker. Ook voor... Op steeds meer... overheidsinstanties zie je nu ook wel dat... vegetarisch een beetje de norm wordt geprobeerd te maken. Door catering en zo standaard vegetarisch te maken. Wat ze dus eerst stimuleer. Maar dan zijn er altijd een paar collega's... Die daar dan toch een beetje voor gaan spartelen. En ik wil gewoon mijn hamburger en mijn bitterbal, weet je wel. En toen hoorde ik laatst, ik weet niet meer waar ik dat hoorde, maar ik hoorde in een podcast iemand zeggen dat in de... Dat wist ik niet eens, maar de autogordel is nog niet super lang verplicht. Voor mij in de jaren 60 of zo. En daarvoor waren er nog helemaal geen autogordels. En toen kwam op een dag dus de verplichting tot een autogordel dragen. En toen waren er dus letterlijk mensen die vonden dat betuttelend. Want ik moet er toch voor kunnen kiezen dat ik mijn autogordel niet aandoe. En toen zei die van, weet je, dat was toen echt realiteit. En dat zal waarschijnlijk nu in het begin als bepaalde dingen de norm worden gemaakt. Hè? Vegetarisch is een mooi voorbeeld, omdat dat nu wat meer leeft. Zien mensen dat als betuttelend, maar geef het 20 jaar en je hoort niemand erover. Waarschijnlijk nog minder zelfs. Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat voedsel of ja, gewoontes hè, qua eten, dat zit vaak heel diep bij mensen. En ik heb ook letterlijk wel eens patiënten horen zeggen van, joh, ik wil iets aan mijn cholesterol doen en wat denk je dat ik dan zou kunnen doen? Dat je dan eens een keer gaat kijken naar wat iemand eet en daar een aanbeveling op doet. En dat iemand dan letterlijk zegt, je komt niet aan mijn vlees, hè, want dan kom je aan mijn identiteit. Dat Wow. zit zo diep bij mensen. Van, ja, maar mijn oma maakte dit vroeger altijd. En die maakte dat zo. En als je daar de kip uitlaat, dan is dat niet meer zoals mijn oma het maakte. Dus het is gewoon niet hetzelfde. Punt. En daar kom je niet aan. Dat is gewoon niet... Hè? En dat kan. Maar over die betutteling, kijk... ik weet toevallig dat de aanbevelingen die worden gedaan door bepaalde instanties... over wat is nou gezonde voeding... dingen als de schijf van 5, dat soort toestanden, dat wat daarin ook wordt meegewogen is of het haalbaar is voor mensen. En ik vind dat stukje moet je bij mensen zelf laten. Je wordt betaald met maatschappelijke gelden. Je hebt de plicht om mensen goed te informeren over wat is gezond en wat is ongezond. En wat daarin haalbaar is voor mensen, dat kan iemand zelf bepalen. Dat kunnen mensen heel goed zelf bepalen. En we weten dat bijvoorbeeld als je medicatie voorschrijft, dat een heel groot percentage van de patiënten is therapieontrouw, noemen we dat dan, die volgt dat niet tot op de letter op. Dus je moet bijna een soort overshoot geven, dat je zegt van doe maar 100% plantaardig, want je weet mensen gaan maar nou, met een beetje geluk 60% doen. En als je dan denkt dat 90% het meest ideale is, dan moet je dus niet zeggen, we raden 80% aan, want dat is haalbaar voor mensen. Nee, je moet zeggen, ga 110%
Want dan halen mensen misschien die 90%. Ik vind dat betutteling. Ik vind het betutteling als jij voor mij bepaalt wat ik kan met mijn motivatie. Dat vind ik betutteling en niet andersom. Nou, dit is echt een van de beste pleidooi's die ik sinds tijd heb gehoord. Yes. Ik weet het echt. Je hebt helemaal... dat betutteling hoor je zo vaak inderdaad. En ik heb niks toe te voegen. Dat nou, laten we het hierbij. Ik wist dat trouwens wel hoor. Dat inderdaad de schijf van 5 en dat soort dingen is naast, het wordt gecommuniceerd naar de burger als... We doen het op basis van beschikbaarheid en wat gewoon is om hier te eten. Maar volgens mij... Ja, en kleine stapjes. Ja, volgens mij zou de schijf van 5 moeten representeren wat optimaal is. Exact. En wat mensen dan vervolgens daarmee doen, dat is aan hun. Maar het zou volgens mij moeten weerspiegelen wat optimaal is voor een lichaam. En niet wat realistisch is voor een burger om binnen te krijgen. Ja. Ja, helemaal één. Ik denk dat je een hele grote groep mensen daarmee onderschat en tekort doet. Ja, zeker. Want er zijn een heleboel, en ik heb ook als diëtist gewerkt in huisartsenpraktijk, een heleboel mensen die snakken naar wat moet ik nou doen. Die willen echt. Weet je, er is ook een hele grote groep mensen die wil inderdaad gewoon de gehaktbal en zich lekker ziek eten. Ook niet op dat bewuste niveau, maar als ze dan moeten kiezen tussen de meer groente of een statine, doe dan maar een statine met een gehaktbal. Ja. Ja. Er is echt een hele groep mensen die snakt ernaar. En die vindt het niet inderdaad bij bijvoorbeeld een schijf van 5. Omdat het inderdaad toch iets te pragmatisch is ingesteld. En inderdaad mensen inderdaad tekort doet daarin. Dat heb je heel mooi onder woorden gebracht. Ja. Dan wil ik het eigenlijk... Ik denk dat we de grote lijnen wel een beetje hebben uitgezet. Of wil je zelf nog iets toevoegen over dit onderwerp, over het medisch milieukundig verhaal? Nee, ik denk dat we de belangrijkste dingen wel... Ja, de essentie genoeg. Wel te pakken hebben, hè? Ja, als mensen nog vragen hebben, dan mail... LinkedIn misschien. LinkedIn, ja, zeker. LinkedIn kan heel goed, ja. Dat zal ik sowieso in de show notes zetten. Ja. Jouw LinkedIn. Nee, groenten zonder grenzen. Ja. Want we hebben het nog niet over gehad, maar jij eet ook, mag ik zeggen, in principe plantaardig, toch? Dat zeg ik toch wel goed. Ja, ik zal niet zeggen dat ik in de afgelopen jaren nooit een uitzondering heb gemaakt, maar die zijn wel echt heel minimaal, ja. Niet vlees in ieder geval, geloof ik. Nee. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst heb gegeten, in ieder geval. Ja. En jij bent 30 ongeveer, hè? De mensen hebben een beeld bij ongeveer, je bent 30. Ja. Ongeveer 30, dat is wel mooi. Ja. Je bent 30, ja. Groenten zonder grenzen. Ga los, vertel. Ik vond dat zo leuk, want zo heb ik je eigenlijk ontdekt. Via Groenten zonder grenzen. Ja, hoe ben je mij tegengekomen dan? Kwam je het project tegen en toen ben je gaan googlen? Ja, misschien een interview een keer iets over gelezen. Ja, dat zou kunnen. Ja, er staan een aantal leuke dingen online. Ik zal ook nog wat show notes naar jou sturen. Doe dat. Maar Groenten zonder grenzen is begonnen als vrijwilligersinitiatief in 2017. Toevallig op Dierendag 2017. Dat vind ik dan wel weer mooi. Dat hadden we niet zo gepland, maar dat kwamen we achteraf achter. Moet je niet zo zeggen. Nee, dat is een project... waarbij we met vrijwilligers eigenlijk drie dingen proberen te doen. Dat zijn onze drie pijlers. Ten eerste proberen we voedselverspilling te verminderen. En ten tweede proberen we mensen uit verschillende sociale milieus met elkaar in contact te brengen. Tegen eenzaamheid, maar ook zeker tegen het verbreden van je sociale kader. En als laatste proberen we, de dokter in me wil dan toch helpen om mensen aan een gezonde leefstijl te krijgen. Dus dat is ook een van de pijlers, gezondheid. En wat we doen is, we halen reststromen aan producten, voedsel op van markten en supermarkten en bakkers en andere plekken. Die nog prima zijn, maar die om wat voor reden dan ook niet meer verkocht kunnen worden. Nou, dat zamelen we allemaal in. En daar maken we een grote buffet feestmaaltijd van. En dan kunnen mensen gratis langskomen om... op dit moment is het vanwege COVID afhalen. Maar eerst was het om gewoon gezellig samen te eten. En dat organiseren we in buurthuizen.
En dat is, in het heel kort wat we doen. Het is volledig plantaardig, ja. Ja, ja. En dat, kijk, dat valt terug op al die drie dingen, denk ik. Die drie pijlers die ik net noemde. Het is eigenlijk heel logisch dat het volledig plantaardig is. Met plantaardig voedsel, wat tegen de houdbaarheidsdatum aanzit. Dus niet eroverheen, hè. We hebben het niet over beschimmelde, verrotte dingen die je niet meer moet eten. Maar plantaardig voedsel is over het algemeen, heb je daar minder problemen met voedselveiligheid. Dus dat is een bijkomend voordeel. Als je het hebt over voedselverspilling. De grootste verspilling zit er natuurlijk in dat wij heel veel plantaardig voedsel aan dieren eten. Daar is een ontzettend inefficiënte omzetting wat betreft calorieën. Stop 100 calorieën in een koe, je krijgt er 1 voor terug, zeg maar. Dus als je het hebt over verspilling, dan is denk ik daar de grootste verspilling. Dus ook via die weg is het logisch dat het helemaal plantaardig is. En voor gezondheid natuurlijk. De meeste mensen, kijk, je kunt discussiëren van 100% plantaardig of 90% plantaardig. Daar hebben we gewoon geen data over of dat 100% dan gezonder is dan 90%. Nogmaals, we hebben best wel veel buffercapaciteit in ons lichaam. We kunnen best wel tegen een stootje. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk gewoon een gebrek aan groente, fruit, granen, plantaardige middelen die ze in hun dagelijks leven consumeren. En een teveel aan dierlijk materiaal. Dus nou ja, dan heb je dan op die avond van Groenten zonder Grenzen even je boost aan vezels en groente en fruit binnen. Ja. En zodra het weer mag, is het wel de bedoeling dat het gewoon weer live op locatie is? Ja, zeker. Zeker. En we zijn ook bezig met het inrichten van buiten evenementen. Dat hebben we afgelopen jaar 2 keer gedaan. In samenwerking met een stichting die stadstuinen heeft, waar ze groenten verbouwen. En dat was hartstikke leuk. En buiten kun je natuurlijk iets meer dan binnen op het moment. Dus wordt hard aan gewerkt om mensen weer bij elkaar te brengen, zeker. En wat voor mensen komen erop af? Eigenlijk een hele diverse club aan mensen. En dat was ook het doel. Het doel was om niet één doelgroep af te bakenen, zeg maar. Zodat je niet, wat je vaak hebt, is alleen maar ouderen of alleen maar vluchtelingen of alleen maar dak- en thuislozen. En dan blijf je hangen binnen die bubbel. En wat wij juist wilden proberen is om die mensen nou eens een keer met elkaar in contact te brengen. Over het algemeen houden mensen van lekker eten. En als het dan ook nog gratis is, ja, dan komen er best wel veel mensen op af. En iedereen komt om een verschillende reden. Er zijn oudere mensen die zeggen, ja, dat weggooien, dat vind ik zo zonde. Ik wil heel graag hier komen eten, want anders gaat het weg. Ja, dat vind ik echt zonde. Dan zijn mensen die zeggen, ik ben om ethische redenen wil ik plantaardig eten. Dus ik wil me graag inzetten voor plantaardig initiatief. Er zijn mensen die zeggen, ik ben nieuw in deze stad, ik ken niemand en ik vind het hier hartstikke gezellig. Er zijn mensen die kunnen een gratis maaltijd gebruiken, want die hebben gewoon niet zoveel te besteden. En die zeggen, ja, normaal gesproken zijn pizza's het goedkoopst. En hier krijg ik zoveel verschillende groenten en fruit en helemaal voor niks. Dus ja, iedereen komt om een andere reden. En er is heel veel uitwisseling en er is heel veel contact. En het is heel erg leuk om te zien. Leuk hoor. En waar is het ook alweer? Is het in Rotterdam? In Rotterdam. En we hadden een locatie in Schiedam ook. Die is nu even tijdelijk gestopt vanwege COVID. Ik zou vooral ook middels deze podcast even een oproepje willen doen aan mensen die dit leuk lijkt. Als je in wat voor stad dan ook in Nederland of dorp of overal zijn supermarkten en overal is eten over. Je zult ervan schrikken hoeveel. Als je dit leuk lijkt om op te zetten, dan contact ons vooral via de website bijvoorbeeld. Via de Groenten zonder Grenzen website of de Instagram of via mijn LinkedIn mag ook. En we kunnen je alle informatie geven die je nodig hebt om dat te starten. Ik ben zelf net verhuisd en ik wil het hier ook opstarten. Ik vind het gewoon zonde dat het alleen nog maar in Rotterdam gebeurt. Ja. Ja. En je hebt overal voedselverspilling. Je hebt overal supermarkten, dus je kunt dit overal doen. Dus en stel dat iemand in Groningen luistert en denkt van, nou, ik wil hier ook wel een dependance. Nou, toevallig in Groningen weet ik dat het dus... Dus dat is niet helemaal correct wat ik net zei, het alleen maar in Rotterdam zit. Groenten zonder Grenzen zit vooralsnog alleen maar in Rotterdam. Maar ik weet toevallig dat er in Groningen, volgens mij heet dat Free Café. En die hebben ook 2 locaties op de woensdag en de zondag die dit ook doen. Oh, wow. Dus toevallig in Groningen zit het ook. En je hebt nog een andere club die heet Buurtbuik. Die zit in Amsterdam. Sinds kort ook in Rotterdam en ik dacht in Utrecht.
Dus wellicht zijn er nog andere partijen. Dan horen we het ook graag overigens. Het is hartstikke leuk om samen te werken. In andere steden. Maar zo niet, ja, zet het lekker op. Je hoeft het voor mij geen Groen Zonder Grenzen te noemen. Maar het moet vooral gebeuren, zeg maar. Kijk, want die verspilling, die resten van supermarkten of bakkers of groothandels of wat dan ook. Dat wordt vaak teruggestuurd naar een soort hoofdkantoor of loods of wat dan ook, distributiecentrum. Er gaat gigantisch veel transport mee gepaard. We moeten eigenlijk gewoon niet meer de wijk uit. Op het moment dat het in die wijk is, dan heeft het zo'n gigantisch pad al afgelegd. Met allemaal uitstoot en energie, wat het heeft gekost. En het moet gewoon in de wijk blijven. Is het natuurlijk ook gewoon ethisch. Ik bedoel, ik loop dan wel eens mijn Albert Heijn binnen. Zit daarvoor met de straatkrant. En dan denk ik, eigenlijk is het iemand waarschijnlijk die niet heel veel zal eten. En er is een supermarkt vol. En aan de achterdeur gaat vanavond weer een heleboel zo hup de kliko in. Ja, dat is echt zo raar. Ja, dat anno 2021 nog gebeurt, is echt belachelijk. Dat is echt belachelijk, ja. Nou ja, hartstikke mooi. Ik zal dat ook allemaal in de show notes. Mensen kunnen veel lezen. Ja, leuk. Veel nalezen na deze podcast. Ik had gezegd, alles was vegan wat je daar kon. Ja, dat is wel echt een van onze grote voorwaardes, ja. Kun je daar ook, als die mensen daar, zeg maar, nu mag het dan niet, maar als ze samenkomen, wordt daar nog wel eens over gezeurd? Of betutteling gesproken? Helemaal niet. En mensen reageren heel positief. En dat is heel grappig. We hebben een keer een groep studenten gehad van de Erasmus Universiteit. Die hebben onderzoek gedaan naar de impact van ons project. En die hebben daarvoor ook gasten geïnterviewd. En waar ik wel een beetje van schrok, was dat sommige gasten gewoon niet door hadden dat het veganistisch was. Die hebben daar gewoon helemaal niet bij nagedacht. Die dachten gewoon lekker eten. Ja. het is ze dus niet opgevallen. En dat vond ik heel bijzonder om dat terug te lezen. Ja. We hebben ook wel eens gehoord van mensen van, goh, ik wist niet dat plantaardig eten zo lekker kon zijn. Dat ze daar positief verrast over waren en dat nu ook proberen om dat thuis in ieder geval 1 dag per week zonder vlees te eten. Hebben we daar ooit kritiek op gehad? Volgens mij niet. Ik kan me dat niet herinneren. Ik heb overigens ook wel een heel mooi verhaal. We hebben een aantal soort van à la Humans of New York. Hebben we ook een Humans of Groenten zonder Grenzen serie. Die staat op onze social media. Dat is een Instagram pagina waarin iemand toch iedere dag een foto post van 1 of 2 mensen. Een foto en dan een verhaal eronder van wat iemand zijn leven zeg maar al heeft meegemaakt. Heel mooie Instagram pagina trouwens. Het is echt leuk voor mensen om wat meer compassie te krijgen voor wat sommige mensen tot bepaalde daden kan doen. Ja, zeker. En we hebben dat heel minimaal met korte interviewtjes nagedaan met de mensen die of bij ons komen eten of bij ons vrijwilligen of aan ons leveren bijvoorbeeld. En die ook op de social media gezet. En 1 verhaal heeft mij echt heel erg geraakt van een man die diabetes heeft en volgens mij alle groenten niet lekker vond en dat heel weinig at. En doordat ons eten gratis is, is het natuurlijk makkelijker proberen. Dus die is regelmatig op een gegeven moment bij ons komen eten, daarmee meer ideeën opgedaan voor recepten, dingen die hij wel lekker vond. En is daarmee heel erg veel afgevallen met die verandering van leefstijl en kon daarmee zijn medicatie voor zijn suikerziekte denk ik verlagen. Dus dat is dan voor mij, met mijn achtergrond, wel gewoon echt een van de grotere succesverhalen. Als ik dat dan hoor, denk ik, dan hebben we dus wel. We hebben iemand en minder vlees laten eten en gezonder gemaakt en hebben verspilling. Exact, Ja, wauw. Ja, dus het zijn mooie dingen. Ja. En kunnen mensen ook nog doneren of iets dergelijks? Of Daar zijn we mee bezig. We zijn tot nu toe helemaal geldstroomvrij geweest. We krijgen toch steeds vaker die vraag. We dragen het een warm hart toe. We wonen niet in Rotterdam, dus we kunnen niet meehelpen. Maar we willen graag jullie iets ondersteunen. Dus we zijn bezig met een donatieknop op de website. Dus misschien nog heel even geduld, maar die komt er wel aan. Ja. En dan nog in producten, of doe je daar niet aan? Ja, dus wat je vaak ophaalt op de markt is groente en fruit.
En soms krijg je bij supermarkten granen of ander soortige producten. Maar heel veel dingen die zijn nooit over. Zoals een blik kokosmelk of een fles olijfolie of kruiden. Dus als mensen iets willen terugdoen voor het gratis eten wat ze krijgen bij ons, dan vragen we vaak van, joh, neem zoiets mee. Neem van die lang houdbare producten, een pak rijst of bouillon of wat dan ook. Ja. Dus een soort ruilhandel ontstaat er dan. De mensen die het kunnen missen, die nemen vaak producten mee. Daar zijn we hartstikke blij mee, dus dat kan ook, ja. Nou, ik vind het echt prachtig. Prachtig initiatief. Dank je wel. Ja, heb jij nog iets toe te voegen aan alles? Een mooie afsluiter. Mooie afsluiter. Want we hebben heel veel natuurlijk gedeeld. Maar misschien hebben mensen hierna zoiets van, wat kan ik in het kader van jouw medisch milieukundige achtergrond? Je zei al van, ja, mensen hebben er geen controle over. Maar misschien hebben ze meer controle dan ze zelf denken. Ja, ik denk, weet je, duurzaam leven heb ik gemerkt. Als ik het daar met mensen over heb, dan denken mensen vaak van, oh, ik moet inleveren. Hè? Ik moet inleveren op mijn comfort, ik moet inleveren op luxe. Dat gaat me geld kosten, al die hipster vegan producten en bio-supermarkten, dat is allemaal hartstikke duur. En ik denk dat dat een hele grote misvatting is. Dus misschien is dat nog een soort laatste take-home message van, joh, het is en heel erg leuk om mee bezig te zijn. En het is gezonder vaak op het moment dat je een beetje in harmonie met je omgeving leeft. Je doet er heel veel goeds mee voor de toekomstige generaties. En je kunt zelfs geld besparen op het moment dat je minder consumeert en meer tweedehands, recycled, upcycled, do it yourself, wat dan ook. En daar zijn heel veel tips over op internet. En als je hele specifieke vragen hebt, mag je mij daar ook over benaderen. En dan weet ik misschien iets, maar ga er vooral zelf mee aan de slag. En ik vind het veel leuker dan ik initieel had gedacht. Dus het heeft mij alleen maar positief verrast. Nou, het is echt niet zo zwaar allemaal. Nee. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Kijk niet alleen naar wat je vaak denkt tekort te komen. Sorry. Maar denk ook aan wat je. Kijk ook naar wat je verrijkingen worden. Wat je ervoor terugkrijgt, zeker. Ja. En het gaat dus niet alleen maar over het verlagen van je eigen impact, van je negatieve impact. Het gaat ook over het vergroten van je positieve impact. Ja. Dus wat een vriend van mij een keer tegen mij zei, waar ik nog lang over na heb gedacht, is hij zei, als ik nou 10 mensen kan overtuigen dat zij 1 dag in de week zonder vlees eten, heb ik toch al meer impact dan dat ik zelf 7 dagen zonder vlees eet. Ja. Dus als je zegt van nou, helemaal plantaardig is voor mij gewoon niet haalbaar. Doe het 1, 2, 3 dagen in de week. En overtuig een heleboel mensen dat dat ook heel erg leuk is. En dat je daar heel creatief van gaat koken en allemaal nieuwe recepten mee ontdekt. Dat allemaal hartstikke lekker is. Heb je gigantisch impact. Ja, niet alleen je voetafdruk, maar ook je handafdruk. Ja, ja, zeker. Allebei. Ja, top. Nou, dankjewel voor je tijd. En wie weet... Ja, heel graag gedaan. Want wij kunnen nog heel veel kletsen. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, en dat was het gesprek met Meerte Frissen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn heel veel thema's besproken. En we hebben pas het topje van de ijsberg aangeraakt. Als het gaat over wat Meerte weet... Dit keer zijn we eigenlijk heel erg de breedte ingegaan en misschien is het leuk om in een vervolgaflevering een keer juist de diepte in te gaan. Dus wie weet to be continued. Er zijn heel veel linkjes gedeeld. Deze vind je allemaal terug in de show notes. Dus kijk daar even als je ergens iets meer van wil weten. En tot slot wil ik je erop wijzen dat een review op iTunes heel erg wordt gewaardeerd en helpt om hoger te scoren, zodat meer mensen van deze podcast horen. Ik bedank je weer voor het luisteren en tot de volgende aflevering.